even. Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Robe. Ik ben... Wat is er met mijn kapsel gebeurd? Ik ben grijs. Waarom... Ik heb niks veranderd. Waarom... We zijn weer oldschool terug in Natural Disaster. Oftewel, er gaat dadelijk wat gebeuren. En wij moeten een soort van... Ja, ontsnappen van een ramp. Jongens, wacht op mij! Ja, er gaat dadelijk iets gebeuren en wij moeten een schuilplaats zoeken. Althans, we moeten ons een beetje... Ja, handig opstellen. Ja, wat is handig opstellen? Uitkijken voor de rampen die gaan komen. Keep distance from the fire. We moeten gewoon de rampen overleven vandaag. En wat gaat er... Wow, wat is dat dan? Is dat vuur gelijk? Ik weet niet of we hier veilig staan. Er kunnen ook mensen... Er staan een paar mensen beneden, ja. Misschien hadden we niet op het gebouw moeten staan, want... Waarschijnlijk gaat dat vuur naar boven. Ja, het gaat naar boven. Oh nee, het valt helemaal uit elkaar. Jongens, wat moeten we doen? Het valt uit elkaar. Had ik toch maar beneden moeten staan? Maar als ik naar beneden val, dan ga ik dood. Oh nee, het vuur gaat dadelijk steeds hoger. Ik ben hier niet blij mee. Ja, het valt steeds verder. Nee, ga niet. Ik wil leven. Sta ik hier veilig? Ik weet het niet. Ik hoop dat ik dit overleef. Ik heb zoveel geluk gehad. Ik viel naar beneden. Oh, nee. Oké, het kan als het goed is niet meer helemaal naar mij toe vallen, toch? Of wel? Nee, het leunt al een beetje naar de achterkant. Ik denk dat ik dit gewoon heb overleefd. Het eerste potje, wat voelt dat goed? Het is best wel lastig soms om dingen te overleven, maar ik had gewoon vooraan beneden moeten staan. Dat was helemaal goed gekomen. Maar gelukkig, ik heb het overleefd. Ik sta er als het goed is bij. Kijk, daar vind ik zo. Ja, kijk, heerlijk. Oh ja, voor de mensen die denken van Vincent, waarom geen Team Park Tycoon 2? Ik had even geen zin om te bouwen. Dat komt vanzelf wel. Dat komt helemaal goed. Ik laat de parken zeker niet stikken. Dat is logisch ook. Ik werk er al jaren aan. Dus dat komt allemaal goed. Gezellig. Allemaal bij elkaar. En nog steeds. Ik heb er niks aan veranderd aan mijn karakter. Waarom ben ik... Nou ja, de volgende map is weer de Class Office. Er zijn zoveel mappen. En dan weer deze. Maakt niet uit. Er kan altijd iets anders gebeuren. En de meeste mensen die rennen ook over die soort van Lego... Ik vind het een Lego-grond. Die lopen dan gelijk automatisch naar boven. Terwijl boven is het niet altijd even veilig. Oh nee. Ik hoor de wind. En als de wind komt, zijn er vaak wel problemen. Als er... Nee. Wat gaan we doen? Gaan we naar boven? Ik loop gewoon door. En dan hoop ik dat het allemaal goed komt. Want ik denk juist als ik naar boven ga, dat de wind mij meeneemt. Oh nee. Dodging, flying, object. Nee! Oké. Dingen gaan nu vliegen. Alles gaat nu los. Wat moeten we doen? Nee, ik ga niet naar boven. Ik blijf beneden, maar we moeten beter naar beneden. Anders valt het dadelijk op mijn kop. Oh jongens, wat gaan we doen? Ik ga die vet me achterna. Ik weet niet of dat goed is. Ik wil dit weer overleven. Ik wil niet weer dadelijk... Nou ja, ik werd net niet geplet, maar ik wil niet geplet worden. Alles behalve dat. Kom op. Oh, nee. Er valt iets. Ik val naar beneden. Een verdieping naar beneden. Oké, daar moet ik mee uitkijken. Ik moet eigenlijk verder naar beneden. Ik zie helemaal niks. Oké, het komt goed. Nee, het komt niet goed. Ik loop naar buiten. Maar ik weet niet of ik hier kan staan. Oh, nee. Kijk uit. Hallo? Ik moet nog één klap krijgen. Dan ben ik dood. Nog één klap. Oh, jongens. Bescherm me alsjeblieft. Dadelijk vliegt er in één keer een glasplaat naar mij toe. Dan ben ik wel zwaar de pineut. Kom op. Nog even een stukje. Oh, niet te dichtbij natuurlijk. Ga ik dit weer... Ik heb serieus zo'n klein stukje leven. Zo'n klein stukje nog over. Zo, die gozer is lang. Ja, die eet zijn spinazie. Oeh, je eet lekker je spinazie, jongeman. Het is wel te zien, hè. Oh, die dingen schuiven gewoon nog naar... Kijk dan, allemaal van de afgrond. Ik heb het gewoon overleefd. Ik heb gewoon serieus de tweede ronde ook al overleefd. Dit gaat gewoon zo verschrikkelijk goed. De punten stromen gewoon naar binnen. Heerlijk om dit te zien. Kom op, jongens. Even een andere map. Het mag wel. Het wordt hoog tijd. Hey, we hebben hier de Fire Station. Oftewel een tankstation. Ik kan daar naar boven klimmen. En sommige mensen die proberen dat ook gelijk. Maar of dat handig is... Kijk, bij een overstroming met water... Dan is dat natuurlijk fantastisch om daar naartoe te gaan. Maar stel je voor dat dit allemaal naar beneden gaat. Dat dit allemaal kapot valt. Zo, dan hebben we echt een probleem. Ik sta bovenaan. Ik weet niet of dit slim is, hoor, grote vriend. Oh, je denkt ik ga op zijn hoofd staan? Het is toch een grijs koppie. Ja, nee, ik snap het al. En dan ben je ook hoger. Maar wat gaat gebeuren? Wat is de ramp? Hallo, er komt nog iemand kijken hier zo. Oh, een vulkaanuitbarsting. Oh, nee. Oké, nu hoop ik niet dat er zo'n
grote bal. Nee, 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 nee. Ja, dat zat er dik in. Ik had er maar zo'n stukje leven over. Ik wil even kijken hoe het eraan toe gaat. Want zoals je ziet, stort ook heel veel dingetjes in. Omdat natuurlijk die grote vuurballen op die gebouwen komen. Ik had ook echt zo'n stukje leven nog. Echt een heel klein stukje. Zo, kijk dat tankstation. Dat is helemaal kapot. Helemaal kapot. Dit is fantastisch. Dat er nog zoveel mensen nog steeds spelen in deze server. Het is ook best wel gewoon leuk om dit mee te maken. En het grote doel is om te overleven. En ja, gewoon uitkijken. Uitkijken voor de rampen. Dat is het enige waar ik je voor kan waarschuwen. Kan ik al een beetje stemmen op de volgende game? Eens even kijken hoor. Ik sta wel op de laatste plek. Daar wie is dan met 13. Dat is niet heel veel, maar ik sta wel in het lijstje. Is dit een ballenbak? Oh, gaan we in autootjes? Nee, ik word erin. Dat meen je niet. Ook dit is wel heel cool. Dit is denk ik een nieuwe map dan. Ik hoor storm. Ik hoor weer flinke storm. Dit is niet goed. En niemand kan ook verder komen dan daar. Je kan gewoon niet naar boven. Ik hoor al de wind. Waarschijnlijk krijgen wij weer zo'n windstorm. Zo'n grote vlaag over dit veld heen. En iemand zit al bovenop. Ook wel handig, maar als het instort, ik vertrouw het niet elke keer. Hoe kom je daarboven dan? Oh, gewoon lekker klimmen. Flashvloed. Oh, er komt... Oh, oké. We moeten nu zo snel mogelijk naar boven. Naar het topje. En wat is het topje? Ik denk dat dit is het hoogste punt. Oh nee, het water komt omhoog volgens mij, of niet? Ik zie het toch bewegen. Ja, het komt volgens mij erboven, ja. Oh, ja, de enige plekken waar je kan... Oh, wacht, je kan nog hoger komen. Dat is daar bovenop. En diegene heeft gewoon een ballonnetje gebruikt. Oh, kijk nou de map. Het zinkt. Echt, gaat allemaal zinken. Iemand staat op de boom. Ik weet niet of je het gaat overleven. Nee. Oh jee, komt het nog hoger? Oh, die brug. Die dacht, die gaat op die brug staan. Maar het viel naar beneden. Oh, alles valt ook naar beneden. Oh, een paar gaan dood. Ik durf niet meer. Het komt hoger nu. Het komt serieus hoger. Yes, overleven. Het voelde ook lichtelijk als de Titanic. Echt lichtelijk gewoon. Dit was echt heel vet. My sick boy. My boy sick heet hij. Nou, we doen er nog eentje, want dat is gewoon gezellig. Is gewoon even gezellig. Ik ken de map niet zo 1, 2, 3. Maar we gaan wel zien wat er gaat gebeuren. Oh, lekker aan het strand. Ja, daar kunnen grote ongelukken gebeuren. Misschien wel in één keer haaien die voorbij komen. In een orkaan. Sharknado. Ken je die film? Sharknado. Ik heb volgens mij de eerste 3 delen gezien. Best wel grappig, maar gewoon een te slechte film. Er is een tornado en allemaal van die... Ja, van die haaien. Die komen dan in die tornado. En die hakken dan de mensen... Of die eten de mensen hun hoofd eraf. Het is een beetje een horrorfilm, maar eigenlijk niet. Eerder comedy. En ook heel erg fake allemaal natuurlijk. Maar wel leuk. Gewoon juist omdat het heel fake is, is het leuk om naar te kijken. Oh, diegene probeert binnen te komen. Oh, die lijkt op mij, maar dan in de zombievorm. Precies hetzelfde gezicht. Een earthquake. Een aardbeving. Oh. Oh, kijk uit voor de bodem. Ik ga ook alle kanten op. Ik denk dat ik niet... Oh, ik lig eronder. Ik lig onder de platen. Waarschijnlijk ga ik dood. Waarschijnlijk wel. Ik kan ook niet bewegen nu. Ik ben serieus aan het... Wat is... De vloer. Ik denk niet dat ik dit ga overleven. Ik hoop het natuurlijk wel. Maar ik denk dat ik een soort van eruit glitch dadelijk. En dat ik gewoon in het water val. En dat ik dood ga. Er gaat ook geen leven vanaf. Dus ik vind het allemaal best. Ben ik nog levend? Ik ben nog levend. Oké. Uitkijken, uitkijken. Oh, al die onderdelen. Kijk, ze schuiven ook. Het zijn echt net Lego blokjes. Het zijn serieus Lego blokjes. Dit was echt zuur. Dit was oprecht heel zuur. Even kijken hoe het ermee gaat. Oh, die hele map ook. Al die objecten schuiven gewoon naar de afgrond. Dit was een pittige. Dit was oprecht een pittige. De laatste map die we gaan doen voor deze video is Lucky Mart. Oh, dat is mooi. Leuke Minecraft-boom ook. Hé, maar hartstikke leuk. We gaan even lekker shoppen. Wat hebben we allemaal aanbieding? Ik zie spulletjes staan. Ik weet niet of ik ze eruit kan... Wacht even. Als er een aardbeving komt, zie je al die balletjes door de winkel heen gaan. Dat zou wel leuk zijn. Oh, nee. Ze gaan allemaal naar boven daar. Kijk nou. Dit is fantastisch. Allemaal hier... Je kan niet hoger nu. Oké, rennen, 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 rennen. Ja, dit hou je niet. We zitten gewoon onder water en we gaan gewoon dood. Want kijk... Op de bovenkant, kijk dan. Daar zitten mensen nog. Furious Station. Dat is dan echt officieel de laatste map. Thunderstorm. Don't stand in the open or in high space. Het gebouwtje kan ook helemaal kapot gaan. En kijk ze lekker in die auto zitten. Oh, daar komen ze naar binnen gereden. Hallo, we zitten veilig hier. Kom, ik ga ook op de plek zitten. Oh, er komt een plafond in één keer naar beneden. En dat viel achter mij. Ik ben toch lichtelijk een beetje bang, absoluut. Oh, er staan nog steeds mensen daar zo. Kijk dan, die staan eronder naartoe te schuilen. Logisch.
staat gewoon stil. En we hebben gewonnen toch nog het laatste potje. Vond je dit nou een leuke video? Laat gewoon een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren, op abonneer te klikken en op het belletje om geen één video te missen op DaVinci Games. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van natuurlijk Roblox. Doeg!